En de start is gevallen. Paarden zijn gestart. Het is vanaf de buitenzijde Super Queen C die met supersnelheid naar voren komt zetten. Probeert de leiding te nemen, maar Thomas Bos rijdt op aan de binnenkant met Femke Schermer. Maar Super Queen C die zet door. Super Queen C heeft de leiding genomen bij het ingaan van de eerste bocht. Femke Schermer in tweede stelling en derde is Baco Boy. De vierde plaats voor Fanatic Star. Aan de buitenzijde komt diens kleurgenoot, om maar zo te zeggen, Samson Ries. En daarachter volgt Galant Hollandaise met verder weg in het veld dan Fabio Bianco en de rij wordt gesloten door Eagle Trans Air. Paarden zijn op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Daar zijn ze nu. En de leiding wordt daar genomen door Samson Ries. Samson Ries heeft de leiding overgenomen. Super Queen zie nu in tweede positie. Femke Schermer derde. Baco Boy vierde. Daarachter Fanatic Star Galant Hollandaise. Die worden gevolgd door Fabio Bianco en Eagle Trans Air. Paarden komen zo dadelijk langs de finishpaal met nog een ronde te gaan. Nog altijd onder aanvoering van Samson Ries, de zoon van Crowning Classic. In handen van Jaap van Rijn. Lengtevoorsprong op Super Queen C. Zo gaan we de Klingendaalbocht in. Derde ligt op dit moment Femke Schermer. En op de vierde plaats Baco Boy. Vijfde aan de buitenzijde is het dan Fabio Bianco. Zesde aan de binnenkant Fanatic Star. Dan Galant Hollandaise die de rij sluiten samen met Eagle Trans Air. Paarden zijn op weg naar de 1000 meter paal. Die wordt gepasseerd. We zijn dus half koers. In de Prix Duin ligt het Haagse kwartetspel. En daar heeft Samson Ries nog altijd die volle lengte voorsprong. Maar Super Queen C ligt duidelijk in de wachtkamer. Dan volgt Femke Schermer als derde. Dan Fabio Bianco, die een paar plaatjes heeft goed gemaakt. Voor Baco Boy, die ligt aan de koord. Daarachter is het Fanatic Star. Gevolgd dan door Galant Hollandaise met Eagle Trans Air als hekkensluiter. Paarden gaan de laatste bocht in. En ze doen dat met Samson Ries, de leider. Samson Ries heeft nog altijd de controle over de koers. Daarachter op de tweede plaats Super Queen C. Aan de buitenzijde komt Fabio Bianco. Die maakt hand over hoef terreinwinst. Als ze de laatste bocht doorkomen op weg naar de laatste rechte lijn. Nog 400 meter te gaan bij het indraaien van de rechte lijn. En dan is het toch altijd Samson Ries die leidt. Fabio Bianco die komt in het tweede spoor. En daarachter aan de binnenkant Super Queen C ligt nu in de snoeker. Daarachter volgt dan aan de binnenkant Femke Schermer. Fanatic Star in het buitenste spoor. En we zijn in de finale fase. Gaan de laatste 250 meter opzoeken. Met nog altijd Samson Ries die leidt. Fabio Bianco op de tweede plaats. Daarachter dan Super Queen C. De laatste meters worden ingedraafd. Daar komt Fabio Bianco. Fabio Bianco erop. Fabio Bianco erover. Fabio Bianco wint. Op de tweede plaats is het de nummer 7 Samson Ries voor Super Queen C als derde.